Sebastian Vettel vertrekt aan het eind van het seizoen bij Ferrari. De viervoudig wereldkampioen en de Italiaanse renstal die kwamen er niet uit wat betreft een nieuw contract. Erik van Haren, Formule 1-volger van Telesport. Ze waren lang in onderhandeling, maar gaat hij weg? Ja, je merkt toch een beetje dat de koek op is. Hè? Dat gebeurt in de beste huwelijken kan dat voorkomen. Maar dat merkte je natuurlijk de laatste jaren al. Dit komt niet helemaal uit het niets. Ik had het eerder een grotere verrassing gevonden als ze met elkaar door waren gegaan. Er zit ook een financiële kant aan het verhaal. Hoewel Vettel dat ontkent. Maar ik denk niet dat Ferrari nog met hem door wilde gaan onder de oude voorwaarden. Dat is natuurlijk een grootverdiener. Het is ook een beetje klaar. Vettel heeft natuurlijk zelf ook wel eens aangegeven, ik ben er een beetje klaar mee, misschien zelfs met de hele sport. En als je persbericht een beetje leest, dan zie je ook al dat hij zelfs twijfelt over of überhaupt zijn toekomst als coureur. Maar waarom, het heeft toch vrij lang geduurd dan? Ja, een beetje lang. Je praat natuurlijk over alles, hè. Ze hebben best wel lang gepraat. Alleen nu zie je toch dat ze eigenlijk allebei, het wordt natuurlijk ook wel eens wat netter opgeschreven dan daadwerkelijk is, allebei er wel een beetje klaar mee zijn. Ja. En Vettel heeft al duidelijk uitgesproken, ik wil het voor het seizoen van start gaat, als het in juli bijvoorbeeld is in Oostenrijk, bekendmaken. Dan kan ik een beetje vrijuit het hele jaar tegemoet gaan. En misschien, ik denk dat dat ook wel verstandig is. Ja, denk je dat Vettel, ook als je naar het afgelopen seizoen kijkt, er zelf wel een beetje doorheen zat? Nou, je hebt natuurlijk vorig jaar een paar races gehad, bijvoorbeeld Canada in juni, waar hij als eerste over de streep kwam. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar Hamilton natuurlijk won door die tijdschap van Vettel, eigenlijk door zijn eigen toedoen. Toen was hij zo boos, hè, met die bordjes die hij verwisselde. Ja, toen ging hij helemaal uit zijn plaat, hè. Zo heb ik hem eigenlijk zelden gezien. En toen heeft hij ook al duidelijk gezegd van ja, ik met deze reglementen en ook daarna de nieuwe generatie auto's die nu een jaar zijn uitgesteld, ik weet niet of ik daarmee eens ben. En je mist soms een beetje het heilige vuur. Mm. Dan heb je natuurlijk ook nog de enorme druk bij Ferrari. Hè? 2007, laatste wereldtitel, kun je bijna niet voorstellen. En dan komt er een nieuw kid in town, Leclerc, die je eigenlijk verslaat. Hè, als je het puur naar de resultaten bekijkt. Ja. Natuurlijk ook wel wat goede resultaten die daar tegenover staan. Maar ook een paar hele domme fouten. En ja, dan zijn de Italianen killing, het publiek en de media met de Gazzetta dello Sport voorop. Ja, dan ben je het haasje. Ja, Leclerc, teamgenoot natuurlijk, die had op Twitter zijn reactie. Kunnen we even naar kijken. Ik kan het niet helemaal goed zien, maar hij zegt, it's been a huge honor for me to be your teammate. We've had some tense moments on track, some way, some good ones and some others that didn't end up as we wanted. But there was always respect, er was altijd respect. Ook al werd er van de buitenkant anders naar gekeken met een mooie foto van de twee. Traan in mijn ogen, als ik dit lees. Ja, dit is toch verschrikkelijk. Ja, ik hou hier helemaal niet van. Ik denk dan zou Max Verstappen dit ook zeggen als bijvoorbeeld een Gasly wegging of een Albon nu weg zou gaan. Ja, het hoort er een beetje bij. Het is een beetje de politiek correcte. Maar ja, goed. Ze hebben natuurlijk het vorig jaar, is natuurlijk, zeker in Brazilië waar ze elkaar de baan uit knalden, is natuurlijk ook een beetje geëxplodeerd. Dus dat wordt wel heel interessant dit jaar als we gaan racen. Van hoe gaat die strijd tussen die twee? Want Vettel heeft eigenlijk niks meer te verliezen. Ferrari dan. Nee, dat wordt dit seizoen als Oostenrijk. Dat staat nog op het programma? Nog wel. Ja. Dan wordt dit seizoen inderdaad hartstikke leuk. De vraag is natuurlijk nu van ja, wie zet je dan naast Leclerc neer? Want moet je weer een concurrentiestrijd gaan krijgen? Ja. Of moet je bijvoorbeeld een Ricciardo neerzetten met een duidelijke pickorde? Ja, Ferrari heeft natuurlijk altijd de naam gehad, grote namen binnenhalen. Hè? Alonso, Vettel, nou niet gelukt om de wereldtitel te behalen. Vorig jaar is eigenlijk voor het eerst die stijlbreuk gekomen met een jonge coureur, Leclerc, in plaats van Raikkonen, de veel oudere Raikkonen. Dus ik ben benieuwd, er zijn eigenlijk een paar namen. Nou, Hamilton is natuurlijk al heel lang wat dat speelt, heeft natuurlijk ook een gesprek gehad, is geen geheim meer. En zolang hij niet heeft verlengd bij Mercedes, gaat dat dooretteren. Als je nu een beetje rondvraagt en kijkt welke geruchten er zijn, dan zijn er eigenlijk twee namen die vooral worden genoemd. En dat zijn Sainz, nu nog McLaren en Ricciardo Renault. Als je dan een beetje naar Vettel kijkt, die zou ook al aanbiedingen hebben gekregen van McLaren en Renault. Nou, McLaren lijkt lastig te worden, dus dan Renault kan ik me haast niet voorstellen. Dus dan wordt het lastig voor hem. Alleen hij zet de deur duidelijk op een kier, want hij heeft natuurlijk niet gezegd ik stop ermee. Nee. Hij heeft wel gezegd ik heb duidelijk gekeken van waar liggen mijn prioriteiten. En dan lijkt het een beetje op van oké, hij stopt, maar ja, dan zou hij dat ook nu kunnen zeggen. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als Albon dit jaar door de mand valt bij Red Bull? Eigenlijk zijn band met Red Bull is nog prima. Dus ja, dat zou ook wel een interessante zijn. Naast Verstappen. Nog heel even over Ricciardo of Sainz. Ja. Als die zouden komen, is dat dan ook wel een duidelijk signaal van Ferrari, van Leclerc is onze eerste coureur? Of zou het dan ook nog gewoon open kunnen liggen?
Nou, ik denk dat ze Ferrari kennen. Dan zullen ze natuurlijk weer zeggen, jullie kunnen racen. En ik weet niet of Leclerc, hangt echt van dit jaar af. Hè, of Leclerc dit jaar weer die extra stap zet dat hij zegt, ik ben de man. Dus dat hangt er vanaf. En Ricciardo heeft natuurlijk in het verleden bij Red Bull wel wat dingen bewezen. Maar de laatste jaren gaat het toch minder. Eerste jaar bij Renault ook niet goed geweest. Hè? Niet heel bijzonder in ieder geval. En Sainz heeft wel een heel goed jaar gehad. Dus dat zijn in ieder geval geen gasten die gelijk zullen zeggen, ik ben tweede man. Nee. Alleen, ja, Ricciardo is natuurlijk ook misschien marketingtechnisch weer handig. De getapte jongen. Maar ja, goed. Uiteindelijk draait het toch om wat er op de baan gebeurt. En als je het hebt over Vettel Verstappen, dat zou wel wat zijn. Is dat echt een scenario wat jij mogelijk acht? Nou ja, het is niet het meest reële scenario. Maar wat ik zeg, als Albon dit jaar ook niet bevalt. Kijk, het pulletje bij Red Bull is niet zo heel groot. En Vettel heeft daar 15 jaar gereden voor het team. Ja. Hè, voor de hele, daar wel succes gehad natuurlijk. Daarom 4 keer wereldkampioen op rij in het oude tijdperk nog. Ligt Verstappen ook goed. En heeft een goede band nog met Helmut Marko. Dus ik zou dat nu niet uitsluiten. Het is niet het meest reële scenario. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij stopt. Dat ligt echt nog open. En als je het over Verstappen zelf hebt, die heeft natuurlijk het nieuwe contract getekend bij Red Bull. Aan de andere kant, als die stoelendans eenmaal gaat beginnen, is misschien wel alles mogelijk? Of denk je dat hij echt nu... Oké. Ja, dat is... Voor het spelletje was het leuk geweest, maar ja, Leclerc en Verstappen hebben natuurlijk al in de winter hun contract verlengd bij Ferrari en Red Bull. Die zitten voorlopig vast. En het is geen voetballerij, hè, waar je heel makkelijk onder contracten uit kan. Het kan altijd, maar Verstappen gaat voorlopig niet naar Ferrari. Dus dat is één voordeel van het vroegtijdig verlengen van je contract. Met al die spelletjes, al die geruchten en geluiden over de stoelendans komt hij niet in voor. Nee. Als we het over Vettel hebben, tot slot, ja, we hebben vaak over hem gehad in deze uitzending. Vaak ook wel met, incidentjes, dingen die misgingen, bepaalde gedragingen. Maar het blijft natuurlijk wel een coureur van ongekende klasse, toch? Ja, als je 4 keer wereldkampioen bent geworden, dat is natuurlijk ongekend. En dan kunnen altijd mensen zeggen, ja, hij had toen de beste auto. Maar ja, dat is nou eenmaal de Formule 1. Hamilton heeft de laatste jaren ook de beste auto gehad. Alleen ja, het blijft natuurlijk jammer. In de persbericht van Ferrari zeggen ze 14 overwinningen, hartstikke goed gedaan. Maar ja, hij kwam maar voor één ding naar Ferrari en dat is de wereldtitel. Ja. Dus dat is toch een smetje. Maar goed, hij is niet de enige die daar niet in is geslaagd. Toch een beetje een pijnlijke aftocht dan voor Vettel. Ja, en ja, je kan, kijk, waar leg je de nadruk op? Hè? Vorig jaar bijvoorbeeld een geweldige race in Duitsland gereden van plek 20 naar 2, hè? Die regenrace. Ja. In Singapore een hele mooie overwinning gehad. Maar ja, wat ook een beetje blijft hangen van vorig jaar en van 2017, toen hij halverwege nog leidde, dat hij toen uit handen gaf. En ook vorig jaar met wat fouten, nou, we hebben Canada natuurlijk gehad, maar bijvoorbeeld Italië, waar juist Leclerc won voor dat eigen Ferrari-publiek. En dat hij spinde en ook stronde van de baan kegelde. Ja, dat zijn dingen, daar kom je niet meer zo snel overheen. Dat beeld blijft er ook een beetje staan, dus dat is wel jammer. In ieder geval benieuwd hoe de stoelendans verder gaat. Anders ik wel, dankjewel. Ja.